Kijk, de kattenbel staat weer aan. We gaan hem pakken. Ben benieuwd wat je nu weer hebt bedacht, vriend. Yo, Nintendo fans! Super tof dat je weer kijkt naar een nieuwe Bowser's Fury video. De eerste aflevering had meer dan 2000 duimpjes omhoog. Hoe vet is dat? Kunnen we dat dan nog een keer doen? Knal even die duimpjes omhoog, jongens. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan gaan wij lekker verder met deze super fantastisch leuke game. Ik heb hier 20 van die kattenzonnen nodig. En ik heb er op dit moment 15. En volgens mij kan ik hier nog naartoe. Ik weet alleen niet hoe ik hier naar binnen kom. Want ik weet niet of ik hier naar boven kan klimmen. Ja, kijk, ik kan jou wel even gebruiken. Dan kunnen we even gewoon rond dit gebouwtje varen, vliegen, weet ik veel wat. Oh, wacht even. Kunnen we vanaf deze kant erop? Wat is dit? Als ik hierop pound, wat gebeurt er dan? Oh, gaan we battelen? Ja, kom dan. Kom dan. Hoppakee. Deze kat Mario maakt iedereen kapot, jongen. Geen probleem. Lekker. En deze nog? Hoppa. Easy. Lekker, man. Hoppa, dat is weer een nummertje 16. Dan moeten we er nu nog 4 voordat we de grote kattenbel aan kunnen gaan zetten. En dat is dan de derde grote kattenbel. In video 1 en 2 hebben we er al 2 aangezet. En nu gaan we eens kijken of we de derde kunnen vinden. Ik ga hier even naar boven in deze pijp. Ah, kijk, zo kom je hier boven. Verzamel blauwe munten. Oh, dat heb ik al gedaan. Maar wacht even, er moet hier nog iets zitten. Er moet hier nog ergens eentje zitten, maar waar? Oh, wacht. Dan moet ik... Ja, kijk. Ik moet de blauwe munten verzamelen. Zo. En hier. En dan moeten we hierop. En dan mis ik ze allemaal. Ah, mag ik erop? Ik wil er weer op. Ah, nee. Laat me erop. Ik ga dit niet redden. Ik ga dit niet meer redden. Want ik heb ze gemist. Ah, deze miste ik er net. Ah, en ik mis er weer één. Nee. Deze gingen elke keer fout. Nee. Ja, nu naar deze. Ja, nu deze. Ah, nee. Deze. Nu naar deze. Oh, dit gaat nu eindelijk een keer soepel. Nog deze 3. Oh, we moeten nog door. We moeten nog meer pakken. Go. Deze 3. Ja. En dan daar nog 3. Lekker. Moeten we er nou nog meer? Ja, hier beneden nog 3. Is dit het? Is dit het? Ja! Oké, jongens. Volgens mij na 5 of 6 pogingen hebben we deze gehaald. Maar hé, we hebben hem tenminste. Yo, kom, we gaan weer varen. Hey, lekker. Nou, volgens mij was ik daar namelijk nog steeds niet klaar aan het einde van dit eiland. Hier is vast nog wel meer te vinden. Ja! Wat is dit bijvoorbeeld? Waarom staat hier, waarom staan hier kleine bobbies? Hallo, bobbies. Moet ik ze... Oh, nee. Ik moet ze waarschijnlijk op die driehoekjes daar gooien. Go. Ja? Oh, ja, ik weet niet zo goed wat dit doet, maar het ziet er goed uit. Oh, is dit allemaal voor een power-up? Ik denk het wel. Kijk, ik heb een blaadje. Nice. En nu kan ik wel hierop. Wacht even, hoor. Wow! Super nice. Oké, wat zit hierin? Zit hier een ster in? Huh? Nog een andere power-up. Oké. Waarom zei ik ster? Ik ben nog steeds andere Mario games gewend. Ik bedoel natuurlijk de kattenzon. Ik dacht dat er misschien wel een kattenzonnetje in zou zitten. Het zou echt een prima plek zijn voor een kattenzonnetje. Oké, jongens. Bowser wordt weer lijp. Kijk maar. Daar is hij alweer. Wat is er eigenlijk gaande op dit eiland? Hier moeten we ook blauwe munten verzamelen. Nee. Oh, nee. Dat wil ik helemaal niet. Wegwezen. We gaan even weg hier. Kom maar. Wow, ik vind het zo vet hoe die kleur van de map gewoon helemaal verandert, jongen. Kijk dan, het is in één keer super donker met allemaal rode lichten en zo. Mag ik hier niet naartoe of zo? Ik wil gewoon hier naartoe. Laat me hier naartoe. We moeten deze vuurtoren laten schijnen. Let's go. Ik denk dat we gewoon hier de vuurtoren omhoog moeten. Oh, wat is dit? Houd B ingedrukt om omhoog te vliegen. Super lachen, oké. Ja, dan moeten we nu denk ik hier op deze. Ja, top. Nu verder omhoog. Hutse flats. Lekker. Oké. En nu? Complete chaos hierboven. Kijk die Bowser gaan, jongen. Doe eens even rustig, jongen. Laat me gewoon even hierin. Hè? Doei, Bowser. Oh, wacht even. Huh? Waarom zijn we nu hier? Oké, Bowser is weer weg. Bowser is weer aan het chillen. Maar wat moet ik hier doen dan? Ik was net boven en opeens was ik weer beneden. Moest ik boven nog wat doen dan? Oh, wacht even. Zie je die schaduw hier? Die zag ik net niet. Bowser was net veel te druk bezig, waardoor ik de schaduw niet zag. Maar we moeten hier omhoog. Oh, en dan moeten we dus 5 mini-kattenzonnetjes verzamelen. Ik heb echt geen idee waar al die dingen zitten, hoor. Ik heb nog maar 1 zo'n mini-kattenzon gevonden. Woody! Dit is wel echt een leuke power-up, trouwens. Woody!
Oh, kijk, hier beneden zit er één. Zou ik dan nog omhoog kunnen komen als ik die heb gepakt? Oeh, ja, 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 lekker. Ja hoor, ja, 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 dat ging goed, dat ging goed. Dat ging verrassend goed zelfs. Oh, daarin zit er één. Oh, wacht even, we moeten even terug. Ah, we moeten even terug. Ah, oké, okay, nice. Het ging ook maar weer net goed. Dan nu moeten we hierin. Ja, nice. Oké, okay, cool. Ja, oké, okay, nu moeten we hierop staan en dan... Hop. Oh, oh, ga omhoog, ga omhoog. Ga omhoog. Nee, nee. Ah, oké, okay, ja, 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 bijna. Kom op, kom op. Oké, okay, is dit nou zo moeilijk of doe ik nou zo moeilijk? Kijk, dit ging soepeltjes. Lekker. Oh, en hier hebben we weer een kattenzonnetje. Deze moesten we pakken. Dit is de hoofdkattenzon van deze vuurtoren. Lekker. Nu dus alleen nog twee van die mini-kattenzonnetjes. Op hoeveel zitten we nu? 18? Ja, kijk, en de Smurrie is weer weg. Dan kunnen we weer een race gaan doen met Plessy. Zo heet die dinosaurus toch, Plessy? We hebben er nu 18. Hey, ik heb Bowser Jr. even hier iets laten bekladden. En dan komen we hier de gele buis. Gele buizen, ik weet niet, die zie ik niet zo heel vaak. Oh, wow. Gaan we hier gewoon knijten veel muntjes krijgen? Oh, wacht, dat hadden we anders moeten doen. Ik had hem natuurlijk schuin moeten schieten. Zo, dat hij ook nog die andere blokjes meepakt. Nice, nice. Money in the pocket, vriend. Mario gaat voor die munten. Nou ben ik toch benieuwd waar die andere mini-kattenzonnetjes zijn, hoor. Ik denk dat ze toch hier ergens moeten zijn. Ergens bij dit platformpie. Misschien wel hier op dit mini-eilandje. Tussen al die beesten. Of zijn dit alleen maar muntjes? Alleen maar muntjes, hè? Ah, oh, misschien zit er daar wel eentje achter. Ah, ze zitten wel echt goed verstopt, hoor, hé. Ah, kijk, hier is er een. Ja, hier helemaal beneden. Nice. Lekker, die hebben we ook te pakken dan. Dus bij dat grotere, dat hogere platform en dan helemaal beneden. Maar nu, kijk, nu wordt Bowser lijp, hè. Nu wordt Bowser lijp. Bowser, kom eens even hier, jongen. Ik wil eventjes dat jij met je bakkes even hier gaat schieten. Hier zo. Ik ben hier, Bowser. Kom maar. Kom maar. Ja, is het kapot? Het is kapot. Oh, en daar zit gewoon een verborgen kattenzon gewoon. Maar ja, dan moeten we nog steeds één zo'n kleintje. Nou, hij vindt het niet chill. Hij vindt het niet chill. Hij is niet blij met mij dat ik die kattenzon heb gepakt. Zie, hij is er gelijk vandoor. Hij houdt het gelijk voor gezien. Nou, we hebben net dus nog een kleine kattenzon gepakt voor op dit eiland. Die was dus daar beneden aan de andere kant van deze toren. En dat was dan de tweede. Dus we moeten nu alleen de derde kleine kattenzon nog. Dus die moet toch ook ergens bij dat grote gebouw zitten. Die zit niet hier. Hier zat alleen de eerste dan. Dus we gaan met deze buis weer even hier naartoe. En dan gaan we rustig naar de overkant springen. En dan moeten we weer rustig gaan omhoog. Ja, en dan even goed kijken waar we dan precies naartoe moeten. En even goed om ons heen kijken ook. Ik zie hier allemaal nog helemaal niks. Ah, kijk. Kijk, kijk, kijk. Als je hier omhoog gaat bij deze trappetjes, dan zit hier een gat. En ik denk dus dat we hier omhoog moeten. In dit gat. Ja hoor. Ja hoor, lekker. Daar is die. Nice. En zo hebben we de 5 kleine kattenzonstukjes gevonden. Hebben we hier al 3 van de 5 sterren in de vuurtoren geplampt. En dan hebben we nu 20 kattenzonnen, jongens. En dan moeten we daar naartoe, naar die grote kattenbel daar in de verte. Want als Bowser straks terugkomt, en dan komt hij bijna, dan moeten we hem weer kapot gaan maken. Plessy, kom me redden. Bowser wordt weer lijp. Kijk, de kattenbel staat weer aan. We gaan hem pakken. Go, 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 tempo. Zo kick. Woehoe. Pak hem. Lekker Mario. Daar hebben we onze Super Saiyan G-Max Cat Mario weer, jongens. Met zijn prachtige snor. Kom dan, Bowser. Ben benieuwd wat je nu weer hebt bedacht, vriend. Oké, je gaat nu keihard allemaal lopen schieten. Ja, dat deed je volgens mij de vorige keer ook. Ga je nu ook weer op je zij? Ja. Oh, nu ga je alleen andersom. Oké, dat maakt het wel iets moeilijker. Ik zie je niet. Waar ben je? Waar ben je? Ja, ja, ja. Nu, 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 nu. Nu, nu, nu. Lekker. Lekker. Go, 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 go. Pounden, pounden, pounden. Uppakee. Lekker. Heerlijk. Nou, zou ik hem nog kunnen slaan, volgens mij. Ik kan hem gewoon slaan, toch? Hop. Oh, nee. Dan gaat hij afweren allemaal. Oké, wegwezen. Volgens mij heb ik hem trouwens wel geslagen. Volgens mij heb ik hem wel pijn gedaan. Oh, dan komt hij weer met zijn gigantische vuurstraal. Wegwezen. Oh, daar komt hij weer. Daar komt hij. Pak hem. Ja, lekker. Oh, hij kwam echt heerlijk naar mij toe. Woee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 
water hebt, Bowsertje. Mazzel. Ik weet nog steeds niet wat er met je aan de hand is. Waarom je in die smurrie ligt. Maar
We proberen je een klein beetje schoner te maken elke keer door je te verslaan. Wow, oké. Hebben we nu een nieuwe rijk vrijgespeeld? Oh, kijk, dit is een stuk van de gezonken boot. Alles komt een beetje verder omhoog, waardoor de nieuwe werelden nu toegankelijk zijn, zo te zien. Ja hoor, en hier heeft hij ook weer gelopen. Kijk die super grote voetstappen van Bowser dan, joh. Bowser Jr. zegt, hoe kan dat nou? Ik dacht echt dat hij weer gewoon zou worden. Ik bedoel, ja, ik wist het. Mijn papa weet als geen ander hoe je na een gevecht tegen Mario sterker terug kunt komen. Kom, laten we proberen om die waterval op te komen. Want we moeten nog meer kattenzonnen zien te vinden. En ja, kijk, er gaat gewoon een nieuw gedeelte van de map gaat open. Ja, maar eerst wil ik nog even deze zon gaan pakken. Hoppakee. Kijk, want hier verschijnen dus steeds nieuwe blokken. En dan moeten we gewoon even hierop staan. Zo, en dan even geduld hebben. En op een gegeven moment komt die er vanzelf langs. En dan heb je gewoon weer zo'n kattenzonnetje in de pocket. Hoppakee, easy. En dan wil ik ook nog even deze race gaan doen, jongens. Woehoe. Go, 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 go. Weer maar 20 seconden, hè. Dat is echt super weinig tijd. Maar hey, dit is een super dinosaurus. Dus ik denk wel dat dit kan. Hop, hier overheen. Of ja, door de onderdoor. Dat kan natuurlijk ook. Hop. Go, 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 go. Jump. En jump en pak hem. Ja! Ja, die races die zijn ook echt heel cool. Hierboven is trouwens ook nog een kattenzon. Hoe kom je daar dan? Dat is gewoon een zwevend eilandje daarboven. Oké, misschien komen we daar wel achter in de volgende aflevering. Jongens, doe een duimpje omhoog. Kijken of we weer die 2000 duimpjes kunnen halen. Dat zou super tof zijn. En vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten voor iedere dag Nintendo video's. Dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!